Nooit zijn er zoveel mensen op de vlucht. Oorlog en geweld zorgt ervoor dat mensen uit Somalië, Afghanistan en vooral Syrië massaal hun land verlaten. This is the outside border of EU. So it's our responsibility to protect this border. Het is echter wel zo dat er een verschil bestaat op dit moment tussen een Oekraïense vluchteling en een Syrische vluchteling. Is er wat betreft het CDA echt helemaal niks aan te passen aan dat bedrag van 1 miljard? Want dat betekent dat we inderdaad, als we van dat bedrag blijven uitgaan, studenten tekort moeten blijven doen met een te laag bedrag. Dat hebben de studenten ook wel door, want die zeggen eigenlijk zou je dat in combinatie met wat je kan bijverdienen, zou je eigenlijk studieschuldvrij kunnen afstuderen. In ieder geval het begin van een soort van helder antwoord van het CDA, namelijk dat we er niet op moeten rekenen dat er meer gaat komen dan dat miljard. Hoe kan het toch dat in een welvarend land als het onze 400.000 kinderen in armoede leven, veel mensen aangewezen zijn op de voedselbanken en dat op het moment dat de prijzen stijgen eigenlijk bijna een miljoen Nederlanders in de problemen komt? En voorzitter, dat debat zouden we echt eens een keer met elkaar moeten voeren. Als u naar de bemoeienis kijkt van de heer De Jonge, is uw conclusie dat hij betrokken is geweest bij de deal? Ik kan nog niet concluderen of dat de betrokkenheid is waar u nu op doelt, vul ik een beetje in. Ik voel me daar wel ongemakkelijk bij. Laten we hier geen woordspelletjes van maken, want mensen kijken hiernaar en die gruwelen hiervan. Ik zoek even het goede woord. Uit respect voor de Kamer ben ik zo open mogelijk geweest ten aanzien van de informatie om daarmee het debat op een goede manier ook te kunnen funderen. En dat is informatie die alleen bij mij beschikbaar is, hè, dus dat is inderdaad de beperking van de informatie. Voorzitter, ik vind dat een heel verontrustende conclusie. Dat betekent dus dat het afhankelijk is van de keuze die de minister maakt in zijn andere rol, of wij conform artikel 68 van de grondwet geïnformeerd worden of niet. 1115 kinderen zijn uit huis gezet destijds en er zijn er waarschijnlijk veel meer. En gisteren kon Frank Weerwind niet eentje noemen. Op elke vraag antwoordde hij met laat ik u dit zeggen. En ik zat me er toch aan te ergeren. De vraag is, heeft u nou iets echt betekend voor die ouders? Of nee. Doet u nou wat ze in de politiek al jaren doen? We gaan een team aankondigen, we gaan hulp aanbieden, we gaan ons een onderzoek doen. En dan weet je, dan gaat het niet op. En geen onafhankelijk onderzoek. Nee, dat is gewoon mijn eigen overheid. Ja. En het is nu ook al echt te laat. We hebben al een half jaar gewacht. En je moet je realiseren dat als een kind uit huis wordt gehaald, een half jaar, dan is het al gehecht. Ja. Maar als je nog een half jaar wacht met onderzoek, dan ben je echt te laat. Voorzitter, deze wet had natuurlijk een hele moeizame ontstaansgeschiedenis. Uiteindelijk werden 4 versies gepubliceerd en dat zag er echt niet goed uit. En ik ben blij dat aan de hand van een circa 12 amendementen de Kamer die wet ook behoorlijk verbouwd heeft. Er was ook veel onrust, omdat namelijk in de eerste versie zou de overheid ook de mogelijkheid krijgen om achter de voordeur te controleren of er genoeg bezoekers zaten. Dus niet meer dan 3 of 4. En dat ging echt veel te ver. Uiteindelijk heeft het 7 maanden geduurd, zo spoedeisend was het, 7 maanden geduurd voordat de Kamer een behandeling kon nemen en de regering hem had ingediend. De BOA-functie is een ongelooflijk belangrijke in onze samenleving om ervoor te zorgen dat bepaalde regels nageleefd worden. En ik wil heel graag dat iedereen die daarbij wil werken zich zeer welkom voelt. We weten dat in andere landen is dit gemeengoed. Hoofddoek bij BOA's, we hebben het gezien. Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Canada, Verenigde Staten. En voorzitter, die mensen die handelen niet met een vooroordeel. Die handelen gewoon in het belang van de samenleving. Het is raar en een kronkel om te veronderstellen dat als je een hoofddoek opdoet, dat je dan per se gaat vooroordelen. Dat je dan anders gaat handelen als dat je hem afzet. Er is één punt wat ik graag nog zou willen onderstrepen door het indienen van een motie. En dat is het punt dat het UWV onlangs is overgestapt op een nieuw betalingssysteem, het zogenoemde Target 2 betalingssysteem. Gevolg daarvan is dat uitkeringsgerechtigden in het buitenland vanwege dat betalingssysteem nu te maken krijgen met transactiekosten van banken. En die gaan er soms wel
tientallen euro's in hun uitkering op achteruit. Om uitkeringsgerechtigden die er ineens maandelijk financieel op achteruit gaan te helpen, verzoekt de regering om situaties waarin uitkeringsgerechtigden vanwege transactiekosten van banken en door de overstap op het betalingssysteem Target 2 financieel op achteruit zijn gegaan, in internationaal verband en in de richting van betreffende banken aan te kaarten en deze uitkeringsgerechtigden te voorzien van voorlichting. En wat betekent dat voor de motie? Dat betekent voor de motie dat die oordeel Kamer is, okay. Of dat, die, nou, dat ik hierbij een toezegging heb gedaan. Prima. Die is binnen. Ik ben een strijder. Ik zal ervoor blijven gaan. Dat Nederland, mijn Nederland, bol van liefde, bol van menselijkheid, maakt niet uit welke etniciteit. Samen staan we sterk. Breng de kinderen thuis! Ik hoor je niet! Breng de kinderen! Palestina moet bevrijd worden. En daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in. En die verantwoordelijkheid, die moeten we allemaal individueel nemen door onze stem te laten horen zoals jullie hebben gedaan vandaag. Gaza is de grootste openluchtgevangenis ter wereld. En we kunnen niet meer wegkijken. We moeten kijken naar de verantwoordelijkheid. We kunnen niet meer wegkijken. Niet van de apartheid. Niet van de bezetting. En niet van de onderdrukking. Ik ben solidair met Palestina. Uit onderzoeken blijkt ook van de AIVD, van het ministerie, van deze minister, dat zo'n 5% dat daar zaken gebeuren die ingedruisen tegen de democratische rechtsstaat. Het spijt mij wel dat ik in dit debat mevrouw Bekker uitgerekend een lesje liberalisme moet gaan geven. Want voorzitter, kenmerk van het liberalisme is toch dat je mensen beoordeelt op basis van het feit dat ze een individu zijn. En niet dat ze behoren tot een groep. Pas als het kalf verdronken is, wil men de put dempen. Ik verwijs daarbij graag naar de uit huis geplaatste kinderen, de 1115. Want de minister heeft daar eerst een half jaar over nagedacht, alvorens die ze rechtsbijstand aanbiedt. Waarom nou zo lang wachten? U weet, ik hou voor het dossier uit huisplaatsing. Komen we op 12 mei over te spreken. Buitengewoon ernstig, moeilijk, complex dossier. Mensen die alleenstaand waren, weinig inkomen en een niet-Nederlandse afkomst, dat die keihard werden gediscrimineerd en anders werden behandeld. De vraag is, wanneer houdt het eens op? Wanneer stopt het nou eens? En wanneer komen we echt tot de waarheid en weten we hoe die belastingambtenaren tekeer zijn gegaan en mensen keihard hebben gepakt en gediscrimineerd? Er is een sprake van een ongekende eensgezindheid, solidariteit en medeleven vanuit Nederland en de rest van Europa als het gaat om de komst van Oekraïnse vluchtelingen. Maar voorzitter, deze royale en bovenmenselijke inspanning voor de Oekraïnse vluchteling laat pijnlijk duidelijk zien dat we in de afgelopen jaren ernstig hebben gefaald in de opvang en menselijke behandeling van andere vluchtelingen. En het verschil is echt schrikbarend groot. We hebben gezien dat andere vluchtelingen opgewacht werden met brandende fakkels. Dat bestuurders van gemeentes werden bedreigd en geïntimideerd door groeperingen omdat ze ruimte en onderdak boden aan vluchtelingen. Ik kan begrijpen dat decennia lange onderdrukking van een regering die niks heeft met mensenrechten, dat op een gegeven moment de keel uitloopt. En ik vind dat de internationale gemeenschap veel meer moet doen om gelijkwaardigheid te brengen in dit conflict. Want de Palestijnen die hebben altijd het nakijken op dit moment tegenover een Israëlische regering die VN-resolutie naar VN-resolutie schrijft. De internationale gemeenschap en de Nederlandse regering mag niet meer toekijken hoe een moordlustige en misdadige Israëlische regering de Palestijnen onderdrukt. Wij laten dat geluid horen in de Kamer en vandaag laten wij dat geluid ook horen. De UNHCR zegt dat meer dan 2 miljoen mensen inmiddels uit Oekraïne zijn gevlucht. Komende tijd moeten de veiligheidsregio's in ieder geval 50.000 opvangplekken realiseren. Dan ging het de afgelopen week veel over het verschil tussen hoe de Oekraïners nu worden opgevangen vergeleken met vluchtelingen in het verleden. Hoe kijk jij daarnaar, Elika? Ik moet vooropstellen, het is natuurlijk hartverwarmend, hè, de reactie van Nederland, hoe wij bereid zijn om die Oekraïnse vluchtelingen op te vangen. Maar aan de andere kant, zoals ik net al zei,
Wij hebben in de afgelopen 5 jaar onder het beleid, of in de afgelopen 4 jaar onder het beleid van Rutte, constant er doorheen gedramd gekregen. Nederland is vol. We hebben geen plek meer. Nederland kampt niet met een overbevolkingsprobleem. Nederland kampt, net als andere Europese landen, met een racismeprobleem.